Ja? Oh ja, wacht even. Eigenlijk mag je nog niet in beeld zijn. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Het is weer zaterdag. En ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van jullie school deze week. Of de vakantie, als je net vakantie hebt gehad. Vandaag heb ik dus een video die gaat over de hulp van ouders bij de studiekeuze. En die video kan ik natuurlijk met niemand beter maken dan met mijn eigen moeder. Dus, kom er maar in, mama. Hallo. Ja, stel jezelf even voor. Ik ben Gerio, ik ben de moeder van Sofia. Ja, ja, dat was het eigenlijk. Ja, meer is het niet. Waar we het over gaan hebben is mijn studiekeuze. En gaan eigenlijk een beetje mijn proces bespreken, hoe het is gegaan. Nou, wij zijn eigenlijk al heel vroeg met jou beginnen te praten over studeren. Vanaf dat je naar de middelbare school ging, was het eigenlijk wel al onderwerp van gesprek. Eigenlijk vanaf dat je op 4 HAVO zat, toen hebben we gezegd van nou, nu heb je nog 2 jaar te gaan, dan moeten we eigenlijk wel wat concreter gaan kijken welke studie bij jou past. Toen we met jou gepraat hebben over welke studie het beste bij jou zou passen, die al heel erg veel achter de boeken zitten zou zijn, dat zou niet bij jou passen. Nee. Het moest een studie worden waar je een beetje theorie en praktijk af kan wisselen. En het moest ook een studie worden waarbij je veel met andere mensen te maken zou krijgen. Hè? Want je bent heel sociaal en je houdt ervan om met andere mensen ook om te gaan. Zelf had je al gedacht aan sport en management. Toen heb ik gezegd, van, nou dat is goed, ga in 4 HAVO alvast wel een keer naar een open dag. Ga je alvast oriënteren. Maar alleen maar focus op 1 studie. Het is wel handiger om meer studies te bekijken. En toen we eigenlijk samen kwamen uit op fysiotherapie, toen dacht je van, nou ja, misschien is dat ook wel wat. Dus ben je naar de open dag gegaan. Met jullie? Nee, eerst ben je naar de open dag gegaan van sport en management. Oh ja, daar alleen? Alleen ben je daar naartoe gegaan. En samen zijn we toen ook nog naar de open dag bij fysiotherapie gegaan. En de combinatie van theorie en praktijk daar, wat je daar zag, nou dat sprak jou heel erg aan. Daar werd je ook heel enthousiast van. Dat wat je in theorie leert, dat je dat ook meteen toe kan passen in de praktijk. Het is ook een manier van leren die heel erg bij jou past. Ja. Wat je toen ook nog gedaan hebt, je bent toen nog een dagje mee gaan lopen met een meeloopdag. Nou, die bestaat nu niet meer. Nee, hè? Nee, dat is nu proefstuderen geworden. En wij zijn ook nog naar de voorlichtingsavond voor ouders geweest. Voor informatie over studiekeuze voor je kind. Ik keek en ook dat jij. Nee. Nou ja, dat heeft jou toch doen besluiten om fysiotherapie te gaan doen. Ja. En tot nu toe ben je er nog enthousiast op. Dat is zeker, gelukkig wel. Ik denk dat dat een hele goede keuze is geweest waar wij als ouders ook helemaal achter kunnen staan. Dat je die keuze zo gemaakt hebt. Goed doordacht. Nou ja, en dat je als ouder ook, is de studie van jou, hè? Jij moet er uiteindelijk goed bij voelen om een studie te doen. Dus het is ook wel belangrijk, van wij kunnen wel van alles willen of vinden, maar uiteindelijk moet het natuurlijk jouw keuze zijn, want jij moet het doen. Ja. Dus is goed overleg daarover wel belangrijk. Ja, voor je nog even de ouders. Melden over de informatieavond voor ouders. Dat voor ouders ook wel heel goed is om daar naartoe te gaan. Omdat je daar een heleboel tips krijgt en informatie over hoe je je kind zo goed mogelijk kan ondersteunen om een goede keuze, om een goede studiekeuze te maken. Ja, nou je hoort het. Dus ga naar de informatieavond voor ouders. De informatieavond is trouwens op 13 maart voor de ouders. Ga dan naartoe. Heel belangrijk. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wil ook mijn lieve moedertje bedanken natuurlijk dat ze in deze video kwam. En willen jullie nou kijken naar mijn video van vorige week? Dan kan het even hier. Gewoon even op mijn moeders gezicht klikken. Willen jullie nou kijken naar de video van gisteren? Dan kan het hier op mijn gezicht klikken. Abonneer op ons kanaal van hier. Dat moet je ook doen. Goed zo. En tot de volgende keer. Doei! Doei! Doe nog een keer doei. Doei!